Hier is onze bel. Verwijder een lus en zet de bel als poot. Lijm draadhandvatten voor de beker. Accentueer het stuk zodat het op metaal lijkt. Wie krijgt de erebeker van Porto Rosso? Giulia en Alberto doen mee aan een wielrennerwedstrijd. Ze gaan schouder aan schouder, maar Luca geeft niet op. Iedereen wil winnen, want de beloning is het zeker waard. Je kunt het fluiten van de banden horen als ze gaan. En nu naderen de racers de finish. Yay, overwinning! De hele menigte juicht en schreeuwt. Luca is eerste geworden. Ze krijgt de prijs. Het team van vrienden begon een overwinningsdansje te doen. Gebruik schuimplastic met glitters om stukken voor een amfibierugzak te maken. Haal lovertjes uit een oude portemonnee. Oeps, de hagedissen zijn staart kwijt. Bedankt voor het idee. En we hebben meer tulevinnen nodig. Er zijn stevige riemen aan de achterkant. Geweldig, alle boeken passen in de rugzak. Luca was de oceaan aan het verkennen. Plotseling zag ze iets glinsteren in het zeewier. Een boek? Dat is nog eens een vondst. Ze zwom terug naar de oppervlakte. Ik moet het aan Alberto laten zien. Oh, ik zou graag willen weten wat erin staat. Je moet naar school gaan voor dat. Laten we beginnen met een rugzak te kopen. De vrienden gingen naar de markt. Vandaag is het er behoorlijk druk. Hi. Juffrouw, verkoopt u schoolspullen? Ja. Natuurlijk. Kijk maar eens. Het belangrijkste is dat het boek past. Ik vond het onder water. Wauw. Hou je van zwemmen? Dan kan ik zo een waterdichte rugzak aanraden. Dat is een geweldig idee. Oh, haar spullen pasten erin. Ze betaalde. Ik ging studeren lezen. Maak stukken schuimpapier voor een rugzak. 1 en 2. Deze rit zal van pas komen. Bedek het met een buitenkant. En teken een gezicht. Wat een serieuze kat. Miauw. Voeg roze riemen toe. Naar school gaan met een rugzak is als deze zo leuk. Jongens, ik ben zo opgewonden. Natuurlijk, je gaat voor de eerste keer naar school. Alberto en de ouders van de kinderen zwaaiden hen uit. Lieverd, neem je nieuwe rugzak mee. Dank je, pap. Ik was het bijna vergeten. Zoals altijd. Hey! Luca, ik heb een verrassing voor je. Wat vind je ervan om met Giulia te gaan studeren? Oh, ik ben zo blij. Dank je. Afscheid nemen duurde een eeuwigheid. Bye. Maar de trein kwam. Bye. Het is tijd. Heb een fijne schooldag. Gebruik ijslolliestokjes om de wanden van een trailer te maken. Het komt langzaam in elkaar. Maak het af met rietjes. En verf de wielen blauw. Jee, laten we gaan. Laat het hout er ouder uitzien. De fiets kan nu extra passagiers vervoeren. Giulia kwam voor Luca en Alberto. Jongens, hey! We zijn er. Kom naar beneden. Nu wachten. We zijn te laat voor school. Maar hoe passen we allemaal op één fiets? We hebben een plan B nodig. We hadden nog ergens een oude aanhanger. Cool, nu hebben we zeker genoeg ruimte. De jongens stapten in en gingen samen naar school. Rol een bal van moetseerklei. We maakten een moersleutel. Maak een opening. Voeg divisies toe. En laat het bakken. Hij is klaar. Het is niet zomaar een moersleutel. Het is een echt liniaal met een ongewoon ontwerp. Luca kan nu alles meten. Yes! Tijd voor de meetkundeles. De leerlingen proberen de stof te leren en de leraar legt de geometrische regels uit. Het is niet zo gemakkelijk. Laten we beginnen met het in kaart brengen. Teken je favoriete vorm. Pak een liniaal.
Oeps, ik ben mijn liniaal vergeten. Dat is niet erg. Ik heb er nog één extra. Bedankt. Je hebt goed geholpen. De kinderen hebben de taak met succes volbracht. Goed gedaan. Nu kunnen jullie deze kennis toepassen in het echte leven. Neem een kleine fles. Plak er een etiket op met de tekst Mijn fles. Om het water erin te houden, gebruik je een kurk. Het past. Je hebt water nodig om goed te studeren. Terwijl Will antwoord geeft voor een bord, zijn de vrienden aan het spelen en lachen. Oh, we waren zo aan het fluisteren dat ik dorst kreeg. Alberto pakte een fles water en bood die aan Luca aan. Hey. Luca greep ernaar en... Oh nee, ze morst op zichzelf. Water veranderen in een amfibie. Nu ga ik opvallen. Ah! Maar Alberto redde zijn vriendin door haar de servet te geven. Oh, perfect. Het is alsof er niets gebeurd is. Ik ben waarschijnlijk te moe. Ik zie dingen. Een steelpan staat te koken op het fornuis. Kom naar Lalilu. We zullen wat onderdelen verwijderen en nieuwe dingen toevoegen. Een gebogen handvat past veel beter erbij. Maak vissen van een balboetseerklei. Die gaan in de lunchtrommel. In de schoolkantine neemt elke leerling mee wat hij lekker vindt. Julia heeft pasta en een sandwich meegebracht. En Luca een brooddoos vol vis. De jongens delen altijd de lunch met elkaar. Luca deelde haar vis met Julia en zij gaf haar een boterham. Het is heerlijk. Niet slecht. De meisjes waren blij met hun uitwisseling. High five! Oh, we hebben gegeten en nu is het tijd om terug naar de klas te gaan. Verf een doos met een spons. Plaats een frame voor een scherm. Alle planeten zitten erin. Voeg hendels voor het bedieningspaneel toe. Kralen kwamen ons goed van pas. Het is een echte kaartjesautomaat. Je kunt alleen het planetarium in door het te gebruiken. Astronomieles is het meest interessant. Maar vandaag is een speciale dag. Laat op avontuur gaan rond het zonnestelsel. We zullen de ruimte bestuderen in het planetarium. Yeah, cool! Je moet zelf kaartjes kopen. Na geworstel met een ticketbox lukte het Luca om een ticket te bemachtigen. Een rondleider ontmoette de leerlingen daar. Hello. Welkom in de ruimte. Wow. Wie wil er eerst naar de telescoop kijken? Luca zit hier goed. Hey. Wauw, dat is geweldig. Ik zie planeten van zo dichtbij. Het planetarium heeft veel indruk gemaakt op de kinderen. Neem wat zeewier mee. Staven gemaakt van tandenstokers schrijven met blauwe inkt. Het is tijd om ons huiswerk op te schrijven. Maar Luca heeft geen pen. Oeps, ik ben hem thuis vergeten. Alberto deelde zijn pen met zeewier. Thank you. Ik hou van die geur. Luca vond de geur zo lekker dat ze per ongeluk wat zeewier opat. Oeps. Alberto, sorry, ik heb je pen verpest. Maar hij werd niet boos. Hij gaf zijn vriend zelfs een nieuwe pen. Bedankt, je bent een echte vriend. Ben je er klaar voor? Laten we een nieuwe etui maken. Maak een vis van blauwe atletische stof. Doe er een rits in. Knip een kleine staart uit. De vin is klaar om te zwemmen. Teken ogen voor de vis en bedek hem met schubben. Plons, plons. De vis zwemt naar school. Nadat ze klaar waren met hun huiswerk, besloten de vrienden om brieven naar huis te schrijven. Ik wil ze alles vertellen. We hebben zoveel nieuws. Goed gedaan, meiden. Jullie ouders zullen blij zijn te lezen wat er allemaal gebeurd is. Dat is wat er gebeurde. Alberto kreeg ook een brief.
Ze lazen allemaal de verhalen van de meisjes voor over de nieuwe school.